Wie sneller, jij of Noah? Ik dacht je komt met... Met wie? Ik dacht je komt met gewoon echt ook een snelle speler. Noah is sowieso snel, maar ik ben wel sneller dan Noah. Ja, hè? Ja, heb ik wel gezien. U heeft de bestemming bereikt. De bestemming is rechts. Vakka! Rustig? Lekker man. Ja toch. Woon je hier? Ja man. Mooi. Dankjewel. Netjes. Woon je alleen hier? Nee, mijn ouders. Ah. Omdat ik nu in Tilburg speel toch? Ja. Woon hun nu hier zo. Thanks man. Ah, netjes man. Een mooi huis hé. Ja toch. Ja, zeker, goed voor me. Is dat jouw auto? Mhm. Man, heeft het goed voor elkaar. Nee, gewoon rustig. Jezus, man. Gewoon rustig. Hoe is het? Ja, goed. Tenminste, ik was gisteren geblesseerd eruit gegaan. Ja. Maar even kijken hoe of wat. Maar voor de rest, goed. Tering, wat heb je? Nee. Het zit gewoon ingepakt, man. Oh, ik wou zeggen. Nee. Oh, je hebt wel gespierde benen, jongen. Maar zo. Nee, deze zit ingepakt, maar rechts is wel gespierd. Rechts wel gespierd. Ja. Maar je bent ook links goed, hè? Je kan goed, je komt vaak naar binnen en schiet je bij links. Dat is amper man. Ja? Ik heb wel een paar keer gezien. Ja, ik probeer het wel. Ja, moet je vaker doen man. Dat is makkelijker voor jou. Ja, denk het wel. Train je daar niet op dan? Je moet wel hè? Ja man, ik moest het vroeger ook altijd, maar ik deed nooit. Mm-hmm. Ik ga alleen maar rechts schieten toch? Dan zegt die trainer, ga oefenen met links jongen. Ja, trainer is goed, doe ik straks. Maar denk nooit, ik ben het wel kunnen doen. Maar ja, ik zag jou wel een paar keer gewoon actie maken. En dan ja, ik moet gewoon proberen toch ook met links schieten. Ja. Scoren, dat is belangrijk. Hoe is het met je broodje Nutella? Dat is lekker hè? Hoe weet je dat? Broodje Nutella, dat hoort bij mij man. Is ik. Ja? Ja, dat is belangrijk. Altijd broodje Nutella eten hè? Nou ja, ik minder hem wel, omdat ik er wel ook bij mij aangesproken. Echt? Van je eet hem veel, maar... Ben je? Ja. Ach man, ze hebben altijd wat te zeiken. Ja toch. Nee, Justin zei dat tegen mij. Hij nog steeds. Ja, hij eet altijd broodje Nutella, die jongen. Daar ben je gek van. Maar dat is nog goed. Er zit energie in, hè. Chocola is goed voor je. Dus je traint toch veel. Dus heb je aanleg om dik te worden? Nee, man. Ik word niet zo snel dik. Hey, woon jij... Dus je speelt daar in Tilburg. Uh-huh. Woon je dan ook daar? Of? Ja, ik woon gewoon ook in Tilburg, maar vandaag ben ik vrij. Dus daarom ben ik hier in Almere. Oh, dan ga je lekker naar je moeder. Ja, man. Gewoon daar eten en zo. Is wel lekker. Dit is wel een mooi wijk hier, man. Ja, het is nieuwbouw allemaal. Zo, netjes. Iedereen in Amsterdam die wil naar Almere, hè? Ja, omdat hier is niet zo duur ook, zeg je maar. Je moet gewoon kopen, jongen. Ja, dit heb ik ook gekocht, dit huis. Ja, maar je moet ook grond kopen. Ja. Nu. Want nu ook met die corona, al die mensen willen weg uit Amsterdam. Uh-huh. En al die rijken, die willen dan... Wel dicht in de buurt van Amsterdam, maar niet meer in het centrum omdat het te druk is en die corona shit en zo. Ja. Denk ze, ik wil wel dicht in Amsterdam wonen, dan ga ik in Almere wonen. Ja. Dus die grond, als je nu grond koopt, ja, is goed, man. Mijn vrouw wil ook kopen. Zo. Ik heb geen geld, maar mijn vrouw. Koop gewoon een stukje grond en zo in Almere. Ja. Iedereen wil daar. Wat is dit? Er wonen wel veel BN'ers hier, hè? Ja, hier. Ali B woont daar zo. Voetballers ook wel, ja. En Boef woont ook andere... Ja, maar Boef woont een beetje echt afgelegen, zeg maar. Ja, ik weet het. Ik ben een keer bij hem geweest. Mm-hmm. Hey, hier loopt door, man. Je moet omdraaien. Oh, dan gaan we hier omdraaien. Hey, maakt niet uit. Heb je haast? Nee, zeker niet. Ik zou weer naar de hoeren? Nee, man, bro. Ik doe dat niet aan. Heb je een vriendin? Nee, ik heb geen vriendin, man. Nee, gewoon oefenen alleen. Oefenen. Gewoon rustig, man. Ik ben een rustige jongen, toch? Ja, gewoon oefenen, hè. Gewoon rustig. Ben geen vriendin, mis je dat niet? Zeg maar als je alleen bent daar in Tilburg. Ja, ik had het wel, maar nu is het gewoon goed zo. Ja, gewoon lekker geen gezeur in je kop. Nee, dat zeker niet, man. Dat gewoon lekker rustig. Gewoon focus op voetbal, dat is belangrijk. Dus hoe is Adrie Koster? Ja, lieve trainer die wel gewoon kwaliteit wil, maar kan goed met hem vinden. Ja. Waren er nog andere clubs toen jij zeg maar weg moest? Moest je weg bij huis of ging je zelf? Ik had nog 1 jaar contract, maar ik ging zelf. Ja, dus je had geen kans daar of zo? Nee, op dat moment niet. Plus ik wou gewoon zeg maar spelen. Omdat het jaar daarvoor was ik kampioen geworden met Jong Ajax. Ja. En daarna wou ik gewoon zeg maar gewoon veel spelen nog. Alleen toen was dat wat minder. En toen dacht ik gewoon van ik ga voor mijn eigen kans zeg maar. En ga gewoon naar een club waar ik veel minuten kan maken. Ja. Oh, dus je had nog gewoon een contract, maar je wilde zelf gewoon weg? Ja. Ja. Okay. Ja, en toen is het tweede seizoen Willem II, hè? Ja, dit is het tweede, man. Het is wel lekker, hè, spelen? Hè? Ja, elke week spelen, daar doe je het voor, zeg maar. Dat gevoel is mooi, hè? Mm-hmm.
is wel mooi. Nu lekker elke week lekker voetballen. Ja. Ben je in beeld en je hebt dat gevoel dat je lekker belangrijk bent geweest en zo. Daarom, dat is ook gewoon, dat is ook gewoon het ding dat je wil, denk ik, als aanvaller. Hoeveel assists heb je nu? Nu, vorig seizoen? Ja? Volgens mij 5 of zo. 5. En goals? Goals ook 5. Dus nog eerst seizoen, maar dit seizoen gaan we er weer voor. Je hebt nu, hoeveel goals heb je nu gescoord? Nu, alleen in Europa, één keertje. Oh ja, tegen die amateurs, toch? Luxemburg, toch? Niet de record, ja. Nee, ze waren niet zo goed, man. Nee. Och man, daar had ik niet eens aan meegedaan. Als we daar tegen moesten voetballen, had ik gezegd, trainer, laat mij maar thuis, hoor. Ga niet tegen die amateurs spelen. Gek. Dus nu heb je alleen tegen hun gescoord. Ja, en assist? Man. Nog niet. Je moet wel nu weer... Ja man, het is belangrijk. Oppakken weer. Zit toch jong aan je ook? Ja. Netjes. Dus dan zit je bij al die de beste van Nederland. Ja, eigenlijk wel. Ja, is toch goed? Is goed. En rechtsbuiten heb je niet zoveel, hè? Ben je een echte rechtsbuiten? Ja, rechts of links. Ja. Waar speel je liever? Gewoon rechts, man. Ik heb dat mee heel mijn leven gespeeld, maar links kan ik ook gewoon spelen. Ja, naar binnen komen schieten, ja. Ja, dat is wel lekker ook, man. Mm-hmm. Dat deed ik ook altijd vroeger. Maar dus rechtsbuiten en linksbuiten. Mm-hmm. En andere posities, kan je dat ook nog? Middenveld of zo? Ja, misschien op 10 of zo. Ja. Vind ik het, maar gewoon rechts en links is het beste. Wie was je voorbeeld vroeger? Mijn voorbeeld vroeger? Ja. Gewoon Cristiano Ronaldo, man. Ja? Ja, dat is wel goed, hè? Altijd gewoon tegenop gekeken. Gewoon. Ja, dat is een goede voetballer, man. Ja. Cristiano. Een mooie speler. Ja. Zo, ja. Nu vooral Neymar, man. Neymar, ja? Van Neymar, zijn manier van spelen. Ja, ook mooi. Met die gekke, hij doet altijd die gekke dingen dat hij zijn bal klept en dan zo overheen toch? Ja, dan word je dan gek als je verdediger bent, hè? Ja, als verdediger is het niet leuk, maar als gewoon voetballiefhebber denk ik dat je dat wel ziet, hoor. Ja. Zo, dan word je gek van, jongen, als hij die trucjes bij je uithaalt. Ja, man. Dus dan zou ik hem echt een doodschop geven, als hij mij... echt, ik zweer, als hij het bij mij deed, jongen, boem! Ja, hij is gewoon een goede speler. Echt. En wie nog meer? Wie denk je dat het echt gaat maken nu? Nu? Mbappé? Ja, sowieso Mbappé, Sancho. Sancho, die, ja, van Dortmund. Mm-hmm. En hun vooral, hun zijn nu topic. Ja. En voor de rest dan, hoe lang contract heb je nog? Nog 2 jaar. Hmm. 2 jaar. Hoe is het daar, Tilburg? Wel gezellig, hè, Tilburg? Ja, hè? Het is gewoon lekker gezellig, iedereen is gemoedelijk en zo. Ga je wel stappen en zo? Nee, niet in Tilburg. Nee, waar? Nee, als ik ga, dan is het Amsterdam, maar ik ga niet zoveel. Nee, gewoon concentreren op die... Dat is belangrijk, toch? Ja, dan, zeker. Goed contract pakken en zo. Lekker geld verdienen. Dat ook, maar natuurlijk ook gewoon veel spelen voor scoren. Presteren, ja. Presteren. Veel spelen. En lekker elke week genieten. Ja. Dat is het mooiste wat er is, jongen. Echt lekker doen waar je goed in bent. Mm-hmm. Wie is die assistent ook alweer? Dat is toch een mattie van je ook? Gerry Fink. Ja. Ja, hij was mijn trainer bij Ajax. Ja. Goeie? Jawel, hij is gewoon wel direct, zeg maar. Ja, ja. Ja, zo ziet hij er ook wel uit, hè? Ja, toch? Die kop van hem. Ja, hij is wel heel direct, maar hij is wel gewoon... Dat is het belangrijkste, dan weet je waar je aan toe bent. Dat zeker. Dat is dus niet eromheen lullen, gewoon dit is wat het is. Dat is wel mooi, daar hou ik ook wel van, hè? Dus hij was... In welk elftal was die trainer van jou? Onder 17. Oké. En nu is hij assistent bij... Bij ons. Bij Willem Das. Mm-hmm. Willem Das. Oh, man. Wat heb je gedaan vandaag? Niks. Vrij? Ja, ik was vrij. Ik ging gewoon langs bij mijn moeder. Gewoon een beetje niet zoveel doen. Gewoon lekker op de bank. Lekker filmpje kijken, eten. Ja. Mama doet lekker eten koken. Ja, ik moet zo nog eten. Dus. Ja? Ja? Wat eten jullie? Ja, volgens mij had ze rundvlees met rijst en snijbonen. Dan neem ik wel een bordje mee. Je mag. Dat is lekker, hè? Oh, ja. Ik heb altijd elke zaterdag een bordje kip. Dus met een bordje ketchup. Ja, is lekker ook. Lekker, hè? Altijd op de markt even een broodje halen, Surinaams eten, heerlijk, man. Ja. Ik heb vroeger veel Surinaams vriendinnen, jongen. Ja? Ik zie het echt. Die hadden lekker eten, maar kreeg ik mee van de moeder altijd. Ja, zo is mooi meegenomen. Kreeg ik een toetje. Dus dan lag ik een dochter te neuken en kreeg ik een toetje. Hey, waar kunnen we stoppen in dat hol? Hier, godverdomme, man, wat is het voor een stad? Almere. Je hebt niks met Almere, zie ik al, hè? Ik heb heel veel met Almere. Ja? Ik ben altijd blij als ik weer naar huis kan. Nee. Ik vind het echt leuk. Ik vind Almere echt leuk. Is het ook, man. Ja? Echt waar. Dit is gewoon alleen vooral nieuwbouw, zeg maar. Waar ik vroeger woonde, dat is
vroeger was gewoon, die wel echt ghetto, hè? Ja, ook. Zo, ook, hè. Want toen hebben ze toch al die mensen uit de Bijlmer hierheen gebracht, zeg maar. Was toch ook toen met die, omdat ze gingen verbouwen. Ze gingen helemaal verbouwen daar bij die arena. Ja, en toen ging iedereen naar hier. Ja, er heel veel mensen die uit de Bijlmer, die zijn hierheen verhuisd. Wat heb je ook, zeg maar, vaste dingen die je doet om een wedstrijddag of zo? Niet, ik luister bijvoorbeeld gewoon bepaalde liedjes altijd. Ja? Ik heb gewoon een playlist en ik luister altijd gewoon mijn playlist. Die doe je altijd, zeg maar, voor de wedstrijd draai je die? Ja, gewoon altijd oortjes. Ja. Focus. Hoe zijn de boetes bij jullie? Hoog? Bij ons? Ja. Waar krijg je een boete voor? We hebben bellen? Niet. Ja. Of mag je gewoon telefoon tegenwoordig? Nee. Mag niet, nee, hè? Telefoon niet. Maar tot nu toe zijn er nog geen boetes uitgedeeld, man, om eerlijk te zijn. Iedereen is gewoon rustig. Maar je krijgt ook niet, zeg maar, een voor als het seizoen begint van dit en dit mag niet. Ja, sowieso, maar dat is gewoon algemeen, zeg maar. Yeah. Maar het is niet bijvoorbeeld van als je dit doet, krijg je boete of zo. Maar bij ons, niemand doet echt, zeg maar, echt dingen die niet mogen. Nee, weet ik maar. Zeg maar, als je telefoon een keer afgaat of zo, per ongeluk, of je bent te laat. Nou, het is meer gewoon van dat ze er wat van zeggen, maar we worden niet echt gestraft erop. Oh, meen je niet? Het is niet van, je krijgt dus bijvoorbeeld 50 euro boete elke keer. Nee, en dan wordt het dubbel en dubbel. Bij ons wel, hè, toen. Zo. Bij Ajax heb ik dat wel, bij Jong Ajax. Ja. Zo'n rat, zeg maar. Een rat, ja? Ja, zo'n rat. En als je, zeg maar, bijvoorbeeld te laat kwam of telefoon, dan had je gewoon, zeg maar, was je één keer gewoon erop, dan moest je één keer draaien. Yeah. En dan had je ook gewoon, zeg maar, dat je lucky guy heette dat. Dus dan had je geluk, dan was je niks. En anders had je gewoon bepaalde straffen. Nee. En dat was één zo'n ding en dat was gewoon geldboete. Ja man, maar nu hebben we niks. Nee. Je hebt ook niet zo'n hoog contract, hè? Dat valt wel mee, man. Dat valt wel mee. Had je 3 jaar getekend dus? Ja, ja, 3 jaar getekend. Sorry, man. Waren er nog andere clubs die je wilde hebben? Ja, maar niet echt, zeg maar, wel concreet. Gewoon van, nee, niet echt concreet. Bij Willem II was het gewoon meteen van, je kan komen, je kan spelen en dat had ik op dat moment gewoon nodig. Ja. Was toen Adrie ook al trainen? Ja, toen heb ik met hem gesproken, dus het voelde goed, toen ben ik gewoon naar Willem II gegaan. Ja, mooi man. Het is ook beter dan, je moet op het hoogste niveau spelen elke week. Ja, daarom. Want je bent nu 21? Ja, net 21. Jong man, nog jong, hé. Het gaat wel sneller, hè? Het gaat echt zo voorbij. Het kan super snel. Ja. Wat denk je dat je ooit nog terugkomt bij Ajax of zo? Of? Ik weet niet hoe het gaat lopen, maar ik leef met de dag. Ik zie gewoon wat het me brengt. Daarom nu bij Willem II zit je goed. Ja, man. Mooie club. En lekker vrij voelen en lekker presteren. Dan daarna kan je gewoon weer een stap gaan maken weer. Daarom. Oh, hier woont die Dennis Schouten ook, kijk die? Die van de podium. Van Paul, die woont hier. Ja. En die nieuwe, ik was hier toen bij hem, ja. Want toen was het ook zo grauw en dacht ik van, oh, wat een klote wijk is dit, man. Maar het valt best wel mee nu ik zo even goed kijk. Toen dacht ik echt, oh, met gierende banden terug naar huis. Maar, dus hij woont hier ook, man. Mm. Woont hier ook bekende chickies hier of zo? Femke Louise woont hier. Oh ja, ook? Ja. Dus ze doet er niet meer mee? Ze doet niet meer mee, man. Ze doet niks meer. Alleen maar op de geld zitten. Femke. Heeft ze een mooi huis? Ik weet niet waar ze woont, maar ik weet alleen, ik zie dus soms, hier heb je zo'n haarwinkel zo. Oh, kapsel. Ja, kapster voor mij, school voor vrouwen, maar daar zie ik er soms lopen. Kijk, dit zijn wel mooie dingen wel, hoor. Mooi huis, mooi appartement, hè? Ja, man. Dat is wel mooi. Welke competitie zou je ooit nog willen spelen? Premier League, man. Ja? Ja, wat koud, veel regen, veel weg. Ja, maar ja, lijkt me gewoon mooi. Spanje is natuurlijk ook een mooie competitie, maar Premier League is natuurlijk gewoon altijd. Ja? Maar dan moet je ook weer anders spelen, hè? Ja. Het is niet zoals hier rechts buiten dat je daar kan blijven hangen. Hier moet je gewoon lopen, man. Italië ook. Italië is alleen maar meters maken. Ja. Maar ben je gaan lopen? Ik kan het wel, maar liever heb ik gewoon de bal. Aan de voet en de actie. Ja. Ja, maar dat is ook de kracht van buitenspelen. Die moeten gewoon de bal in de voet krijgen en dan die actie gaan maken. Mm-hmm. Binnen naar buiten. Wat zijn er nu, zeg maar, wat is nu het ding bij de voetbalclub? Bij Ajax doen ze dat, de oortjes schieten zo. Ja, dat is het nu ook. Bij jullie? Ja. En dat krijg je als je een panna. Oh, two-touch spelen. Mm-hmm. En ook als je een panna krijgt? Nee, dan niet. Maar dan is het gewoon van, nee toch, gaat iedereen het gewoon hypen, zeg maar, van je panna gekregen. Zo. Voel niet lekker. Voel niet lekker. Nee.
Is wel erg als je een paddel krijgt, hè? Ja. Dat is het ergste wat een voetballer kan overkomen. En er zijn gewoon bepaalde jongens waarvan je het juist niet wil krijgen, zeg maar. Ja. Dus, ja. Die niet weten waar ze de bal heen spelen. Zeg maar. Nee, niet die. Gewoon zeg maar. Gooi je matties of zo. Die wil niet ja. En wat doe je dan zeg maar als je in Tilburg bent, hè? Als je dan zeg maar net klaar bent met trainen en zo. Ja. Zit je dan alleen thuis of kook je? Of... Nee, ik zit alleen thuis wel, maar gewoon PlayStation. Gewoon party heb je dan. En dan gewoon met boys. Oké, dus alleen dat. Hoe doe je dat met gamen of met eten dan? Koken man. Kook je gewoon? Ja, en anders soms neem ik gewoon zeg maar van huis hier neem ik mee. Ja? En dan warm ik gewoon. Oh, ja. Gewoon makkelijk. Ja. Oh, dus, maar wat kook je dan zelf? Ja, gewoon makkelijke dingen. Water. Wel, man. Nee, gewoon makkelijke dingen. Ik heb zo'n airfryer toch? Ik kan veel in. Wat is, pleur je daar alles in dan eten? En de was doen dan en zo schoonmaken of doe je dat niet? Nee, kijk, ik neem zeg maar gewoon. Wat is dat? Je zegt dat ik koffie moet gaan drinken, maar. Je rijdt te lang. Ja, je rijdt te lang. Nee, maar ik neem gewoon zeg maar dan mijn was mee en dan laat ik mijn maat gewoon wassen. Ja. Oké, hey, heb jij nou een. Die Mercedes heb je, hè? Uh-huh. Is die van de club? Nee, die is van mezelf. Die heb je gekocht gewoon? Ja. Oké, en wat krijg je bij Willem II dan voor auto? Opel. Oh ja. Opel. Maar ik vind het niet zo mooi. Nee. Die Insignia, ja, Turbo is wel mooi. Ja, die lange toch? Ja, die rijdt goed. Wat is dit? Waar zitten wij hier? We gaan naar Lelystad, man. Dit is de dijk. Meen je niet? Maar als je zo daar zo erin gaat, dan kom je weer waar ik woon. Rustig terug. Ja. Kijk, dat klepje is ook kapot, man. Hoe dan? Hier bovenop. Oh. Hey, en wie was jouw trainer dan? Michael Reiziger, hè? Ja. Hoe was hij dan? Ja, gewoon een leuke trainer. Man. Hij was mijn teamgenoot. Ja? Ja, hij is een goede gozer. Maar heb je wat van hem kunnen leren? Nou, hij vraagt heel veel kwaliteit. Ja. Dat is zo'n Winston Bogarde achter zich, dus dan luister je wel zo. Was je bang, zeg maar? Ja, hij was gewoon scherp, toch? Dus. Ja. Maar je had ook geen grote mond, denk ik, toch? Ik, Nee, maar sowieso niemand met Winston op achtergrond. Nee, hè? Dan ben je gewoon rustig. Winston gewoon beest. Maar hij kwam gewoon alleen als hij zag van oké, het loopt een beetje aan de hand, dan komt hij meteen. Dan weet hij meteen van oké, iedereen luistert weer. Oké, als Winston binnenkomt, zeg maar. Ja, als je hem moet zien, gewoon op de achtergrond zie je hem zo staan als trainer. Wat voor auto is dat eigenlijk? Die hebben 3 liter of zo, 4? Wat is het? Die van mij? Ja? Eentje onder AMG is 250. Oh, mee? CLA 250. Mooie auto. Is dat C? Ja, het is nieuwe CLA. Oh, mooi man. Ja, mooi auto. Je mag bestikken en zo, hè? Ja, gevrept. Ben je modemannetje ook? Mode? Ja? Ja, ik hou me wel gewoon van, gewoon om me goed uit te zien. Ja. Maar meestal door de week. Ik moet ook wel met zo'n gezicht, dit is een beetje. Oh, sorry. Wanneer is achter? Is achter. Wanneer? Is achter. Wat was er gebeurd dan? Hamstringetje of zo? Ja, man. Oh, klopt hè. Ja. Hoe lang ben je eruit nu, denk je? Ik heb morgen MRI en dan gewoon kijken. Misschien is het zeg maar gewoon. Daarin? Zo? Ja, hierin. Misschien is het gewoon zeg maar dat het gewoon rek was. Ja. Maar laten we hopen op het beste. Ja. Beetje behandelen en zo, eisen, masseren. Ja. Tegen wie speel je het weekend? Feyenoord. Uit of thuis? Thuis. Maar Feyenoord is nou op dit moment niet zo best. Ze hebben wel 4-2 gewonnen, maar ik heb die wedstrijd gezien. Was niet best? Ze spelen niet zoals vorig jaar, man. Ik heb alleen highlights gezien. Ik zag wel een gekke goal van Sinéze. Ja, die was mooi, hoor. Jeetje mina, wat een goal. Gekke Argentijn. Boom! Ik dacht dat hij Maradona was. Zag er wel goed uit. Ja, maar ze spelen iedereen. Ajax speelde ook slecht tegen Vitesse. Vitesse, wat vind je van Vitesse? Dit seizoen, Vitesse wel goed spelen, man. Daarna doet het echt goed. Ja, het een lijpvrije trap ook. Ja, maar hij is ook weer helemaal fit en zo en afgevallen. En ja, hij was, vorig jaar was hij echt, rolde hij weer over het veld. Maar nu is hij wel echt weer helemaal lekker weer zichzelf en zo. Ja, goede trap. Ja, maar goede speler ook, hè. Goede speler. Is Europa League eruit, hè? Ja. Rangers, hè? Ja, man. 5-0 pakje. 4-4. Of 4. Ja. Jezus, hoe kan dat? Ze waren niet eens. Ze waren gewoon efficiënt, gewoon boom, ja, één kans. Wij hadden veel kansen nodig. Ja. Yeah. Jij mist ook een grote kans, ja, hè? Ja, ik miste een grote kans. Jezus, ik dacht je schiet er wel rechtdoor, man. Je wou met die hoek schieten, ja, toch? Ja, de keeper ging al naar die hoek. Dus... Je had hem gewoon rechtdoor moeten schieten. Ja. Wat is dit dan weer? Hier naar links, daar komen we weer in mijn buurt. Dit is een soort tussen. Je hebt hier vaak gestaan met meisjes. Nee. Nee? Nee. Maar hier heb je wel, daar heb je zo'n plek. Het heet Love Island. Nee, geen Love Island. Love Car, weet ik veel. Daar gaat iedereen. Wat is dat dan, Love Car?
daar kan je gewoon staan. En dan, zeg maar, wat doen ze daar dan? Ik weet niet, je gaat daar gewoon met de chick. Tenminste, daar, volgens mij is het daarvoor. Dat weet je niet, het is een soort... Het is een soort vrijplek of zo voor... Ja, je kan daar gewoon ook gewoon rustig chillen. Het is gewoon afgelegen. Heb jij daar ook... kijk, ze gaan aan de kant, mooi. Dankjewel, schat. Lief het. Nou, ik zie je naar huis brengen, schat. Deze gaat niet aan de kant. Deze wil niet. Kom maar, schat. Kom maar, boezie. Oh, dat is ook mijn dog. Dango nog niet eens op aflaten. Ik wil je zeggen, man. Als mijn Dango dat deed, gaf ik die hondenschop. Ik kan dat niet. Nou, kom lieverd. Nou, jij kan daar niet in, want dan zit je vast met die Opel. Ja, die zijn hele dunne banden. Dit is een soort lossy daar, man. Ja. Ben je een beetje van Netflix, wat kijk je? Netflix? Ja? Ik kijk The 100. Oh, die is mooi, hè, The 100. Ik moet hem afkijken, man. Ja? Dat ze zeg maar van, de aard, van boven op de aarde landen weer. Ja, klopt, klopt, klopt. Ja, die is top. Ja, die is goed. En nu kijk ik Vampire Diaries, man. Is het, oh, die heb ik nog niet gezien. Eerst dacht, eerst dacht ik dat het zeg maar een meisjesserie was, maar nu is het gewoon... ja, ik zit er behoorlijk in. Ja? Zit je er wel eens vaker in? Gewoon rustig toch, bro. Ik zit er niet vaak in. Ja, man. Nee, ben je geen meisje nu? Huh? Ben je geen meisje? Of ik een meisje wil? Ja, ben je geen vrouw? Niet direct, man. Oh. Soms mis ik gewoon wel zeg maar die aanwezigheid van iemand, maar niet echt dat ik een vriendin wil op dit moment ofzo. Nee. Heb je broertjes nog ofzo? Ja, twee jongere broertjes. Hoe oud zijn ze? Maar echt jong, 10 en 7, man. En zit voetbal erin? Ja, maar eentje is keeper. Ah nee, ja. Kan toch niet? Eentje is keeper. Ah, die moet je wel ompraten, man. Ja, maar als hij dat leuk vindt, ik kan, wat kan ik zeggen, als hij goed wordt. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat kan ook wel. Ja. Maar ja, als jij zelf voetballer bent, denk je, zo, hij gaat flink aan de kant. Ja. Hij denkt dat hij vrachtwagen heeft. Nee, maar eentje is keeper, maar ik heb al met mijn moeder gesproken. Mijn moeder zegt van, hij moet gewoon doen wat hij leuk vindt. Ja, is ook zo. Je kan hem ook niet pushen, want dan gaat het juist verkeerd. Plus hij is nog jong, dus hij moet... Hij is 7 jaar. Nee, hij is 10. Oh, dat is de keeper. En die 7-jarige, is dat een, wat is dat, rechtsbuiten ook? Of spelen die nog niet echt? Ja, ik denk dat hij een kleine spits wordt. Spits. Ja? Spitsuitje? Mhm. Oké. Voor de rest geen zusjes of zo? Nee, nee, nee. Dus alleen maar, heb je vader? Stiefvader, man. Waar is je echte vader? Weet je niet? Nee. Heb je hem nooit geen gekend? Geen contact. Nee, nooit gekend. Oké. Dus die was al weg voordat jij... Dus je moeder heeft jullie alleen helemaal opgevoed? Ja. Vroeger woonde ik bij mijn oma. Ja. Omdat mijn moeder moest veel werken dus destijds. Ja. Dus toen ben ik gewoon opgegroeid bij mijn oma. Ook hier in Almere, in de molenbuurt. Ja. En nu heeft ze gewoon een gelukkige man, hebben ze kinderen, dus gelukkig. Ja. Maar mis je nooit je vader dan? Nee man, mijn stiefvader zeg maar, de dus man dat je, van jouw vader, nu, ja. Die, ah, mooi. Ja, is gewoon prima zo. Ja, ja, ja. Raar. Je hoort het vaak hoor, bij mij, mijn vader was ook vroeg weg. Ja? Ja, toen ik een jaar of 13 was, ging hij ook weg. Ja. Nee, maar ja. Het is wat het is, man. Het is echt wat het is. Ja. Meer kan je er niet van maken. Hé, hey, hier reed wij net, hè? Ja, ja. Dus nu moeten wij? Daar ga je weer terug. Oh, we gaan nog even rustig aan, hè? Je hebt toch niets te doen? Nee, ik heb niets te doen. Ga je nou vanavond weer terug daar? Ja, vanavond gewoon naar Tilburg. Hoe lang is het rijden naar Tilburg? Anderhalf uur? Nee, uurtje. Oh, valt wel mee. Ja, valt mee. Tilburg, ja. Vanaf Apeldoorn is dat volgens mij anderhalf uur wel. Ja? Ja. Hier, Ali, bij, Ali. Ali, man, flikker, Ali! Dus kom, Ali, bij. Ali, komt hij of niet? Hij komt terug. Kom. Ali, bij, man, flikker, doe die ding eraf, man. Die, huh? Doe maar af. Ali, die deur open. Hoe gaat het zo? Doe maar die deur open hier. Huh. Van die, hoe is Ali? Lekker. Ben je aan het draaien? Ja, man. Oh. Ga je mee? Ik ben die kleine, man. Wat ga je doen, boodschappen? Ik ga rijden, ja. Hè? Ga een klein keertje met je mee. Ja, rijd je mee dan? Ja, ja, ja. Kom goed, man. Oude hoeren. Schap, pak pas met de auto aan dan, ja? Ah, ga je denken zo doen. Ook een Bentley dan, ja? Rustig aan, Rustig. Is Ali Ben, man. Dit is mijn vriend. Flikker. Mooi. Zie, ik zei het toch? Iedereen die woont hier, man. Ja, man. Almere. Hier moet je echt grond kopen, jongen. Ik zeg het je. Ga maar, als je nog geld hebt, dan moet je echt grond kopen. Dan moet je echt in verdiepen. Vraag maar.
kan je echt, echt dik geld gaan verdienen. Mm-hmm. Grond is echt heel erg belangrijk. Is het echt? Huh? Is ja. Het ook? Ja, is het echt? Gewoon investeren. Ja. Ken je Ali ook? Nou, volgens mij mijn neef zat met zijn zoontje in het team. Oh. Dus vandaar, ik ken hem niet persoonlijk of zo, maar nee. Je leuk ziet hem gewoon. Leuk hè? Ja. Leuk gozer, best lekker aan het fietsen. Zegt hij, moet je een andere auto warmen? Hij zegt, moet je Bentley kopen. Bentley kopen, hè? Slikken. Hij zal hier wel wonen ergens in een grote... Oh nee, hij houdt helemaal niet van file, hè? Hij woont gewoon in een rustig. Ja, rijtjeshuis gewoon. Hij houdt gewoon van gezelligheid met mensen om zich heen en zo. Leuk, man. Gewoon lekker normaal doen, toch? Mm-hmm. Dat is ook wel weer mooi. Ik heb die kont. Huh? Ik heb die kont. Het is toch niet zo groot, man? Nee, niet groot, maar wel klein, lekker stevig... Kijk eens. Nee, is niks. Nee, was toch, ik word echt oud, man. Is niks. Hou je van kleine billen of dikke billen? Groot. Dat is een grote billen. Grote, hè? Ja. Maar niet gewoon groot en dan wel slank. Ja, je slank taalje en een grote kont. Ja, en borsten, ben je een borstenman? Of worst? Niet, of ben je meer van de worst? Ik ben meer van de worst. Nee, toch? Nee, maar gewoon, het moet gewoon goed eruit zien. Ja. Onrustig. Ja. En val je op blanke meisjes of donkere meisjes? Of? Nou, ik heb niet echt een type. Ik heb gewoon van, ik zeg altijd tegen mezelf, je bent mooi of je bent niet mooi. Gewoon 37 graden gewoon. Dus ja. 37 graden is het belangrijkste, toch? Wat is dat? Wat betekent dat? Lichaamstemperatuur. Oh! Die warmte toch? Ja, dat is wel goed. Is lekker, hè? Vooral nu, corona toch? Anders, ja. Kijk, zal deze meneer even helpen, anders wordt hij helemaal benauwd, hè? Kijk, ja meneer. Graag gedaan. En wat is je nou echt waar je denkt, waarvan je zegt, dat is mijn kwaliteit? Wat is jouw handelsmerk? Snelheid. Je snelheid, ja, hè? Snelheid. En vooral actie, maar snelheid is echt mijn handelsmerk. Wat loop je in 100 meter dan? Heb je dat wel eens gemeten? Niet 100 meter. Nee? Nee. Nog niet. Wie sneller, jij of Noah? Ik dacht je komt met wie? Met wie? Ik dacht je komt met gewoon... Echt ook een snelle speler. Noah is sowieso snel, maar ik ben wel sneller dan Noah. Ja, hè? Ja, heb ik wel gezien. En Justin? Is ook wel snel, hè? Ik denk dat ik ook wel... Ik ben ook wel sneller dan Justin, ja. Maar Justin is ook snel. Maar wie is er nog meer... Wie is de snelste speler in de Eredivisie? Jij? Kerk is ook snel. Ja, Kerk. Zo! Kerk is snel. Die was gisteren ook... Ja, als hij zin heeft, hè, dan zet hij die motor aan, jongen. Dat is niet normaal. Ja, Kerk is snel. Ja, Kerk is snel, ja. Ben jij net zo snel als hij is? Ja, hè? Sowieso wel. Zit er, ja? Dus je bent wel één. Je bent de snelste van de competitie. Laat me het gewoon erop houden dat ik top 5 wel zit, denk ik wel. 100%. Ja. Dus jij moet, als jij die bal hebt, hoef je hem alleen maar langs te spelen. Net zoals eigenlijk Overmars wel. Vroeger. Eigenlijk wel. Ja, dan moet je eens kijken. Heb je wel eens beelden gezien van Overmars? Ja. Dat hij die bal er langs gooit en dan gaat hij zo. En dan ligt gewoon er langs rennen. Ja, rennen en dan schieten of een voorzet. Hij was ook twee benen gewoon. Ja. Hij hoort bij mij achter. Ja? Ja, een Epe. Epe. Ja, zijn zoontje is altijd. Daar had ik vroeger een toernooi, voor mijn Mark Overmars toernooi of zo. Ja, dat zie ik. Hij heeft alles gekocht daar bij ons in Apeldoorn, gek. Winkelcentrum, alles. Tankstations, straten. Jongen. Ja, je hebt het wel goed gedaan. Hey, wat als je geen voetballer was geweest, wat zou je dan zijn geworden? Ja, ik kan wel muziek maken, man. Echt? Ja. Ik was van de week bij, dat mag ik nog niet zeggen, maar bij Justin in Rome. Maar die heeft ook gemaakt. Door mij. Ja? Ja. Dus hij heeft zo'n ding gekocht? Ja, hij ging mij vragen, ik weet nog, hij ging me bellen. Toen zei hij van, wat moet ik halen, zeg maar, om gewoon muziek te maken. Had ik een beetje met hem gesproken en hij zei, maar hij heeft echt een hele, zo'n ding, zo'n grote studio heeft hij gemaakt. Ja. En wat maak jij dan? Wat voor muziek maak je? Ja, rap. Ik heb een liedje met Noah, man. Ja? Ja. Kan je hem laten horen? We moeten het op... Ja, kan wel. Ja, even kijken. Doe ik mij naar uit? Doe rustig aan, man. Geen haast. Doe ik mij naar uit? Bluetooth? Wil ik wel eens horen, man. Is dat je hobby ook? Nou ja, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Ja. Gewoon, zeg maar... Gewoon erbij, gewoon erbij. Ja, maar het was eigenlijk omdat het quarantaine was, zeg maar. Ja. Hadden we niets te doen. Dus je moet een nieuw apparaat verbinden. Is het touchscreen? Ja. En die staat uit, dus dan moet hij die van jou zo pakken. Ah, Nuna! Is dat je bijnaam gewoon? Ja, Nuna is mijn... Nuna. Hoe kom je aan die naam dan? Vroeger heeft een oud teamgenoot van mij had hem verzonnen. Van Nunnelie en dan Nuna. Dus, Ja, en je voornaam dan?
Shay, kan erbij. Nee, die heb ik nog niet gehoord. Keg? Wat? Ja. Die heb ik niet gehoord. Wie is een beetje de grappenmaker bij jullie in de kleedkamer? Nou, Dries, ik, die nieuwe jongens die nu zijn gekomen, die Derek, ja? Derek Keun, Mats Keulert. Keun? Is dat die... Linksback. Ja, ja, ja. Doet hij het nou? Ja, hij doet het, wacht. Ik moet even opzetten. Is dat een buurmeisje? Daar? Ja? Dat is een oude vrouw, man. Oh. Nou, die oude vrouw met een kort t-shirtje aan. Oh, nee. Ja, voor mij is het... ik weet niet, ik ken haar niet in ieder geval. Kijk eens of het is gedaan. Dat speelt niet af. Oh. Is dit hem? Ja, nee. Okay. Heb je die ook, beat ook zelf gemaakt? Zo? Nee, gewoon van YouTube. Oh. Ik denk al, ben je echt... Boek van de straat nog steeds. Stond er vaak in regen. Gevallen, maar nigga, we staan nog steeds. Van wat die haat nog steeds. Zippen die pain away. Prayer for better days. Mijn wifey is mad nog steeds. Secure the bag nog steeds. Boek van de straat nog steeds. Ik heb deze volgens mij gehoord. Ja? Is dat met Justin en Noah? Nee, dit is met Noah, ik en nog een vriend van mijn kind. Oh nee, dan ken ik hem niet. Nu komt Noah. Kom van de straat nog steeds. In Merido straat er is. Maar zeg me hoe komt dat je haat nog steeds. Klinkt niet verkeerd hoor. Nee, klinkt goed man. Ga je het uitbrengen? Of nee, gewoon voor jezelf? Gewoon voor mijn... Hey, ik moet nog tekenen man, die shit. Oh ja, die shit helemaal niet laten zien man. Je vraagt niet. Oh Jordan. Lekker dat Jordantje zo had. Prima toch. Ja, ze mooi. Ik vind het wel een mooi shit hè, dit. Ja, zijn nieuwe embleem is mooi man. Mooi, oh jij moet tekenen. Ik kan wel gaan tekenen. Doe maar hierachter man, dat is beter. Op die witte... Nummer 7, hè? Ja, man. Ik ook, hè? Heb je tatoeages? Niks. Niet? Nee. Waarom niet? Niks meer. Ik wil wel zetten, maar... Je weet niet wat? Nou, ik ben nooit, zeg maar... echt dat ik naar de tattoo shop ben gegaan. Noona! Kijk hem! Nummer 7, jongen! Ik vind het echt mooi. Die kleuren vind ik ook mooi. Gewoon zo. Dat shirt. Ja, dat is gewoon een mooi shirt. Ja, maar die mooiste vind ik wel Ajax. Maar daarna komt wel deze, denk ik. En Real Madrid, ja. Ja. Ik speelde vroeger tegen een club in Arnhem, Arnhemia heette die. En die hadden ook dit shirt. Dus voor mij is het heel herkenbaar ook. Ik vind het gewoon een mooi shirt. Ja man. Is dat maatje L? Nee, is M man. M'tje. Moet wel goed komen toch? Heb je geen S'je nodig? Ik. Breed. Hey, mooi nummer man. Ja toch. Ja, dit is Kane. Hij speelt bij Jong Ado. Oh, dus doet ook mee? Ja, C door. Jezus, je zijn allemaal bij elkaar, hè? Nee, we zien, zeg maar, ik ben met hem, zeg maar, heb ik het gemaakt. Ja. En toen hebben we het gewoon aan Noah gestuurd, heeft hij zichzelf erop gezet. Oké. Okay. Dat is wel mooi, man. Ja, nee. Top. Nou, dan krijg ik hem er niet meer af natuurlijk, zo. Ja, als ik gewoon, zeg maar, uitdoe. Ja. Nu ben jij... Oh ja. Want als ze me bellen, dan hoor ik het niet. En dan krijg ik hem een flikker van mevrouw. Neem die kut telefoon op, waar ben je? Nee, mevrouw, ik ben met mijn vriendin, schat. Nee. Als ik ze nou zo doe, hè? Kan ik jou zo... Zie je nou wel wat? Nu kan je wel wat zien, hè? En net kon je niks zien, toch? Ik zie alles. Ik ben niet zo groot, maar ik zie wel gewoon. Hij zat tegen het dashboard aan te kijken. Zo. Het voelt gezellig, man. Dankjewel. Ja, rustig, was gezellig, ja, man. Ja, toch. Doe de groetjes thuis en bedankt voor het eten. Later, man. Yes, mensen. Was Che Nunnally. Leuke gozer, relaxe gozer. Ik heb zijn shirt hier. Ja, als je nog fan bent, geteken het al. Laat dan even comment achter en like eventjes de video. Dan maak je kans op dit shirt. En volg me even op Instagram en van de meiden 7. Bedankt voor het kijken weer. En we gaan weer door naar de volgende. Later!